zou liegen als ik, niet af en toe zou roepen dat ik de volgende Nike of de volgende Apple zou willen worden. Ik denk als je het niet durft te dromen en durft te roepen, dat het je sowieso niet gaat lukken. Ik vind het heel leuk dat mensen er mooi uitzien. Maar ik zou het niet erg vinden om één relaxe joggingsbroek te hebben die met nanotechnologie zichzelf schoonmaakt. En die me ook nog eens helpt mijn houding goed te hebben. En als ik dan in de virtuele wereld ben waar we in de komende jaren ook allemaal in gaan zitten, dat ik dan ook daar in 3D in ben, omdat die broek dat helemaal kan uitlezen. Toen de TU me benaderde, dus de Technische Universiteit in Eindhoven, van oké, kunnen we wat stof van je krijgen? Toen heb ik alleen gezegd van, aan de ene kant wil ik je best stof geven, maar als jullie er iets nieuws mee willen doen en je wilt echt integreren, dan wil ik er ook wel van het begin af aan naar kijken. Dus dan wil ik kijken van oké, wat voor garen gaan we gebruiken? Hoe kunnen we de machine instellen dat het makkelijker gaat? Kunnen we de geleidende garens al meteen meebreien en kunnen we dan ook ruimtes overlaten voor sensor. Beijing en Saobu Southwest. En met Saobu Southwest hadden we eigenlijk ook grote stukken onder sensoren in te stoppen opengelaten. Mm-hmm. En in de basis van het textiel hebben we dus onze eigen ontwikkeling gebruikt. Dus een dubbel breisel waar we nu met vulgaren ook de glijdende garen meteen in één keer mee kunnen breien. Dus, en in het patroon van het textiel zitten dan speciale pockets waar de sensoren in kunnen zitten. Wat interessant is, is aan het pak, het is een platform. En doordat je het gebruikt in een andere context met andere sensoren, wordt het gewoon weer iets nieuws. Ja, maar, ja, maar dan, daarvoor hebben we wel echt in die zin een nieuw pak gemaakt waar we keken van oké, wat heb je dan in Beijing? Nou, in principe hetzelfde concept. Alleen dan is voor een kind, en als de lucht daar vies is, kunnen we de lucht om hem heen schoonmaken. En eigenlijk meten wat voor een, hoe slecht de luchtkwaliteit was. Mm-hmm. Waar komt techniek en textiel samen? Kijk, wij kunnen wat bedenken, maar we kunnen nooit zoveel bedenken als de rest van de wereld. Dus op het moment dat we iets gaan geven waar je nog van alles op kan ontwikkelen of mee kan ontwikkelen, dan gaat het pas beginnen. We zijn nu alleen maar een soort van kleine basis aan het bouwen voor iets wat totaal uit de hand kan gaan lopen. En dat vind ik wel tof. Kijk, dat je het zelf op een gegeven moment gelooft, is één. En dat je dan een team om je heen krijgt die ook allemaal erin geloven, is twee. En dan moet je nog mensen eromheen krijgen die ook nog de financiën erachter voor elkaar krijgen. En dan, dat is cool, dan kan je met z'n allen gaan werken. Maar dan is het wel nog dat we de rest van de wereld ook moeten overtuigen om uiteindelijk het zover te krijgen dat ze het gaan gebruiken. Mijn vader ging weg toen ik vijf jaar was of zo. En die heb ik eigenlijk tot mijn, vijftiende helemaal niet gekend. Dus ik was altijd benieuwd waar dingen vandaan kwamen. Maar toen ik op een gegeven moment met hem het daarover had, toen hoorde ik eigenlijk van hem ja, dat hij zijn middelbare school niet af had gemaakt. En toen de academie daarna ook niet. Dat hij toen is gaan werken en toen hij eigenlijk klant na klant een soort van grote klussen binnen lulde, maar het dan niet af kon maken. Ik was er heel erg bang voor dat ik dat ook zou hebben. En de eerste paar keer dat ik een grote klus kreeg van andere ontwerpers of zo, dacht ik echt van shit man, als ik dit nu, ik mag dit niet opfokken. Ik moet gewoon
gewoon 3-4 keer zoveel gaan doen, anders gaan mensen straks, ja, komen ze niet meer terug. Of hebben ze het gevoel dat ik hun geld verspil of zo. Oeps. Ik heb een afslag te vroeg gepakt. Dat ik me er zelf doorheen lulde, niet door mijn kwaliteit of dat ik goed was of zo. Iedereen zei altijd van ja, nee, iedereen mag hem gewoon. En het is gewoon. En dat reflecteerde voor mij heel erg op dat in de familie ze ook zeiden van ja, je vader praatte zich ook altijd er doorheen. Dus ik had altijd dan het gevoel van ja, dan zal ik zometeen wel een keer gaan falen. Dan zal ik zometeen wel een keer. Dus ik vind het echt heel kut eigenlijk om te zeggen. Hier heb ik echt jarenlang voor gestruggeld. En altijd gedacht van hé, het is dat het helemaal niet goed genoeg was. En dat het altijd. Dat ik altijd maar geluk had. En dat het altijd maar was omdat het gewoon aan kon waaien. En als ik in het buitenland was, kreeg ik super veel respect. Maar als je dichtbij me keek, werd het altijd zo weggewuifd. Het was altijd zo van, maar ja, het is wel leuk wat hij doet, maar het is echt niet zo dat het zo bijzonder of zo was. En daardoor heb ik altijd het gevoel dat ik nog 10 keer zo hard moest werken. Oude gebouw van Philips. En nu het gebouw van de toekomst en design. Dit jaar hebben we meegedaan aan de Volvo Design Challenge. Waar Volvo vroeg of we konden denken over soort van de toekomst van de automotive industrie. Okay. Stel dat je een hele lange dag hebt gehad en je loopt naar je auto toe. Dan weet je auto dat, want die leest gewoon je agenda. En die zegt, hé, deze man is super moe, maar hij heeft een kwartier om naar huis te komen. Dus laten we even de muziek opzetten waar hij relaxed van wordt. Want dat weten we uit de laatste maanden, uit gewoon zijn social media en uit zijn data. En laten we hem in de auto in een relaxe stand leggen. Laten we hem heel eventjes een massage geven. En in die 15 minuten, dat hij heel even tot rust komt, dat hij zo meteen met zijn kinderen wel weer energie heeft. En dat is eigenlijk een beetje waar we heen willen als we denken van wat wordt dan de toekomst van die auto? Die auto kan eigenlijk heel veel service geven. Dus maar die met die hand, daar zit wel nog iets in. Ja, er zitten, overal zitten eigenlijk sensoren gewoon in. En deze ook, hier zitten ook gewoon sensoren in die dus... Oh ja, dat is dat dingetje. Ja, dus dan is het eigenlijk oké, we kunnen het licht of het geluid harder en zachter zetten. En dat is eigenlijk in combinatie met interface in de stof. Raar scenario krijgen dat je bij wijze van spreken samen in een huis bent, maar dat je dus in de virtuele wereld iets gaat doen om sociaal te zijn, bij wijze van. Weet je? Dus je doet die bril op en je bent immersed in een PlayStation wereld of wat voor wereld dan ook is. Maar voel het eventjes. Want dat is wel met virtual reality, je kan wel gewoon in de woonkamer staan en op die afgrond. Ja. En dan wel dat in je buik voelen. En hoe kunnen wij daar dan nog een extra laag van communicatie? Want ik geloof wel dat communicatie het middel gaat zijn om. Als we dat voor elkaar krijgen, ja, dan weet je zeker dat je impact gaat hebben. Zo. Heel vaak zeggen mensen, oké, omdat het nu goed gaat en dat je veel aandacht pakt en internationale pers, dan is het meteen al van, oké, het is goed en je hebt het gemaakt of jullie komen er wel. Maar ik denk eigenlijk dat voor mezelf dat we pas nu echt beginnen. En dat het de afgelopen 6 jaar het onderzoek was van wat we eigenlijk wouden doen en wat we konden doen. Ik denk dat ik hiervoor echt heel veel momenten heb gehad dat ik ook zelf niet zeker wist of het
wel goed was wat ik deed natuurlijk. En als je een collectie maakt, hoe de wereld erop gaat reageren helemaal, omdat het niet een soort van standaard collectie is. En als je dan ook nog techniek erin gaat stoppen en met een gek pak ergens op straat gaat lopen, heb ik echt wel twee keer naar mezelf gekeken van wat de fuck ben ik aan het doen. Nou, dat is echt helemaal niet goed gegaan, hè? Buurman en buurman. Echt. Er zijn steeds meer mensen die geloven in wat we doen en zien dat we iets neer willen zetten. En er gaan steeds meer mensen achter ons staan. En dat zijn, waren eerst gewoon, nou ja, als je net begint, zijn het je vrienden, je bekenden. En nu zijn we alweer inmiddels een tijdje bezig en dan heb je steeds meer backing van mensen. We spelen, we ontwikkelen, we innoveren op de machines en dan hadden we dat gedaan en dan kwamen de bedrijven die dat vroegen. Die zagen dat en die zeiden, oh, kan je dat ook voor ons doen? En op een gegeven moment heb je zoiets van, ja, maar we zijn alleen maar aan het doen wat we al gedaan hebben. En dat we zoiets hadden van, als we nou in plaats van dat we daar ons geld mee gaan verdienen, kunnen kijken of we ons geld gaan verdienen met onszelf, dan kunnen we eigenlijk altijd die grens blijven pushen. Dat is voor mij, denk ik, misschien ook wel de grootste drive. En dat besef komt steeds meer, dat je dingen ziet die anderen, die hele grote merken doen en zeggen, ja, maar dat kunnen wij ook, of dat hebben wij al lang gedaan. Of dat, eigenlijk komen ze daarvoor bij ons. Dus waarom kunnen we dan zelf niet dat aanmerk worden of zelf dat grote bedrijf bouwen? Nike is ook een keer begonnen, hè?